Nou, we hebben dus net zo. Yoga gehad. Wat gaan we nu doen? Nou, kijk maar wat we aan hebben. Hardlopen. Hier gesurfd of zo. Ja, zij is echt ruim. Ja, jong. Sinds we die rap hebben gemaakt, mijn lijns zijn echt on point. Net een balpen. Snap je? Point, bal. Oké. Okay. Nee, laat maar. Ik ga naar de fysio. Doe het. Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Onze excuses van de vorige vlog dat we een beetje te veel... onze camera met de instellingen was het een beetje te overbelicht. Dus sorry daarvoor, maar vandaag, dit wordt de perfecte vlog. Want ja, wij zijn natuurlijk heel professioneel bezig. Dus wij willen natuurlijk het niet aan het lot overlaten. Dus nu, deze vlog wordt echt perfect. We beloven het jullie. We hebben echt een leuke dag. We gaan, ik heb vandaag... Eerst ga ik lekker even fietsen. Dit is mijn fiets. Ja, echt mooi. Wielen en zo. Ketting. Ja, dat hoort een beetje bij je fiets. Nou ja, dat was mijn fiets dus. Ik ga naar huis toe fietsen, had ik al had gezegd. En daar komt Stijn. Stijn woont dan ook dicht bij mij. Dus waar mijn ouders nu wonen. Ik ben nu in Heerenveen. En dan rijden Stijn en ik terug naar Heerenveen. En binnenkort komt er ons eigen liedje uit. En daar gaan we dus vanmiddag mee bezig. Gaan we met DH, Dylan Hogewef, in de studio zitten. En voor de rest, ik weet niet wat we nog meer gaan doen. Maar dat gaan jullie allemaal wel zien. Als ik onderweg naar huis toe fiets, dan laat ik ook nog wel wat mooie... Drone, want dit is geen drone, Sven. Het is geen vliegtuig. Maar laat ik wat mooie GoPro beelden zien. Zodat jullie ook een beetje kunnen genieten van de natuur en zo. Dat is natuurlijk vet leuk. Maar dan zie ik jullie straks bij Stijn. Nou jongens, ik ben dus even gestopt bij het Elfstedenbruggetje. Ik weet niet of jullie me goed horen, maar dit is echt heel mooi gemaakt. Dit is het Elfstedenbruggetje en hier staan alle mensen die een Elfstedentocht hebben uitgereden, die staan hier op. Natuurlijk moest je het wel aangeven als je erop wou staan, want het kost namelijk geld om hier op te staan. Maar mijn opa heeft hem ook uitgereden, die van 63, maar ja... mijn oma heeft dat nooit aangevraagd. Het is best wel jammer, want het is echt een mooie plek dit. Nou, ik ga weer even lekker doorfietsen en zie jullie straks. Nou jongens, ik ben dus eindelijk aangekomen thuis. Wij wonen in dat huis. Lekker in een dorpje, helemaal lekker rustig. En de speeltuin, daar speel ik echt super vaak. Dit is ons huis. Nou jongens, ik ben hier dus met Stijn, hij is voor me. Stijn, kijk eens zwaaien, ik weet niet of je het ziet. Hoi. Ja, ik heb de GoPro. Door het raam. Door het raam, oké. Ja, hoi. Ja, en wij gaan dus even naar de groenteboer, want wij hebben een beetje honger en dorst. Of niet? Ja, nou ik heb vooral dorst, jezus. Oh, een dikke trekker daar, jongens. dikke trekker. Nou jongens, tot samen 10. Perfect. Oh, nou we zijn nu dus richting de yoga met Robin. En Sven, we dachten, wij begonnen allemaal bij de sport natuurlijk en we hebben al heel veel andere video's gemaakt. Ging bijna fout, maar we dachten we maken weer eens even een sportvlogje. Ja. Uiteindelijk is het daar allemaal begonnen, hè. Mooi. Ja jongens, we zijn dus onderweg naar, we gingen even wat meer sportvlogjes doen, wat meer sporten. We gaan nu naar de yoga, dat is nieuw. Weet niet waarvoor het eigenlijk is. Susanne, wie is dat? Ja, weet niet. Maar ze geeft dus yoga. Ja. Het is meer, waar is het eigenlijk goed voor?
Goeie rust. Ik denk dat je gaat leren dat je het ook voor een wedstrijd kan doen. Ja, dat je hier... En het is goed voor je lichaam. Nou, ons lijkt het wel leuk in ieder geval. En daarna hebben we fietsintervals. Dus dat is ook wel leuk om voor jullie te filmen. Ja, en ik heb echt al 80 weken niet gefietst. Ja, maar, kijk, dus ik ga even zien hoe ik het ga doen. Jij bent een topsporter, dat je talenten hoe moet je het zo goed te trainen. Maar... mijn arm die wordt wel een beetje lam. Ja, maar wat zou ik zeggen? Wat hebben we vanmiddag? Ja, dat weet ik niet. Oh, kracht! Oh nee, daar mogen we niet filmen. Dat vindt Kilian niet zo leuk. Nee, maar dan kunnen we wel een beetje stiekem filmen voor jullie. Want weet je, jullie willen natuurlijk ons sportleven ook zien. Dus dat is leuk voor jullie. Snap je? Maar wat doe ik hier? Want ik heb niks nodig. Korte broek aan. Heb ik al mee. Maar dan doe je die hier even aan. Oh. Dit is onze kleedkamer. Het is een beetje leeg. Ja, als jullie ons al volgen sinds way back, dan weten jullie dat dit onze kleedkamer is. Nou, ga naar boven. Wat doen we, Sven? Yoga. Daar zit ons team. We maken een sportvlog. Goedemorgen. Hoe is het? Goed. Lekker in mijn kruis. Ik Hey Stijn, hoe was het? Het was echt leuk. Nope. Zo, nou hem ken ik niet. Doei Robin. Doei. Stijn, hoe was het? Ja, vond je het leuk? Ja, ik vond het wel leuk. Ja, ik ben ook gelijk een stuk relaxter of zo. Ademhalen, dat vind ik wel moeilijk. Ja, maar ook je moest zo'n oefening helemaal zo. Ja, ik flik het achterover zo, en zo. En dan moest je voet zo, moest je zo. Die zo, en dan. Nou ja, snap je. Maar. Ik voelde me wel helemaal zen. Jij ook? Ja, vooral bij de laatste oefening. Nou, we hebben dus net yoga gehad. Wat gaan we nu doen? Nou, kijk maar wat we aan hebben. Hardlopen. Yes. Heb je er zin in, Koen? Nee. Jij? Of, ja. Heb je gesurfd of zo? Ja, zij is echt bruin. Ja, jong. Dat doen we in de intro. Ja, jongen. Yo, Sven. Hey Stijn, ik ben hier met TA's in de studio en we zijn bezig met een echt lekker nummertje. Kom je er ook op? Oh, ik heb je net, man. Mag ik een beetje horen? Ja, ja. Ben onder rood in Fries.
man. Ik heb die ijs om mijn nek, ik vries man. Ik glij naar haar, lijkt wel als ik ski man. Rollie om mijn pols, maar ze weten dat ik vies man. Ze was zich elke dag goed met die lotion. Ben snel, maar ik neuk een slow motion. Binnen 5 minuten was mijn bed alle ocean. Maar respect voor vrouwen hebben, dat is mijn motion. Hey broersen. Ja. Hoe gaat het nou met je? Met mij gaat het uitstekend goed. Ik ben nu alleen een beetje misselijk van de fietsintervallen. Ja, je ziet er een beetje moe uit inderdaad. Nou ja. Bleekjes? Ja, of moe? Een beetje bleekjes. Ja, dat kan wel klappen. En hoe is het met je vriend van je? Met Sven? Ja jongen, die heeft zo'n rode hasses omdat hij wel de intervallen doet. Nou, ga ik even kijken. Ga maar even kijken. Ja, ik doe wel mijn best. Ik ga helemaal kapot. Maar Olof, wij gaan jou ook filmen zo, hè? Vindt hij helemaal mooi, hè? Je moet ook vloggen worden, Olof. Kijk, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Kun je niet harder, Sven? Nee, ik ben moe. Ik ben niet zo goed, hè, Olof? Jawel. Oké, als je deze omdraait... Oh nee, die is al omgedraaid. Nee, kijk, zo. Je lijkt een rood kapje wel. Maar doe eens omdraaien. Nee, nee, niet stop. We gaan even een light op. Ja, we zijn dus net klaar met de fietsinterval. Ja. En yoga. En yoga. Yoga was wel leuk, maar fietsinterval. Ik had al een 2 maanden, 3 maanden niet meer gefietst. Dat hakte er aardig in en ik werd een beetje misselijk. Yoga, ja, dat was echt leuk. Dat is echt wel herhaling. Valt me fietsen. Ja, weet je, je moet fietsen om beter te worden. Gewoon om je conditie te verbeteren moet je fietsen. Fietsen omdat het moet, niet omdat het leuk is. Nee, maar het is wel goed voor je. Hebben mensen in ons team die vinden het leuk. Niels, maar je wordt er wel beter van. Dit fietsen is wel leuk, weet je. Gewoon lekker rustig genieten. Jongens, tot ziens. Stijn, wat heb je allemaal, jongen? Nou, ik ga het eerst even gezond doen. Dat is goed. Aardbeien, kaas. Voor je gaat eten, voor je aardbeien gaat eten, aardbeien moet je snijden. Oh, nou, slim, dank je. Snap je dat? Lekker. En het is heel lekker. Land van oorsprong, wat denk je? Nou, ik denk Australië. Nederland. Ja, tuurlijk, jongen. Zo. Nou, het zijn deze appels die komen toch ook uit, hè? Indonesië. Ja, maar kijk, aardbeien. Dit is Hollandse aardbeien. Ja, gewoon ja, dus hoezo zouden ze dan uit Afrika komen of zo? Kijk, jongen. Oh, dat was wel leuk voor de vlog geweest, eigenlijk. Doe eens opnieuw. Nou, jongens, wij zijn de stopsporters dus en dan moet je echt gezond eten. Als, ja, je als een Heerenveen zijn, eten we gezond. Ja. Jongens, wat we jullie dus even wilden meegeven is dat je echt gezond moet eten, want ja, dan word je gewoon minder ziek ook. Door de week eet gezond. Ja, kijk, in het weekend mag je heus wel even een keer een cheat day hebben, maar om fit te blijven of om je lekker goed te voelen, dan moet je je gewoon... Wie is dit? Dit is onze Wie is dit? Dit is onze Dylan! Hij heeft ons liedje gemaakt. Ja, hij heeft ons liedje gemaakt. Maar die komt ook deze week sowieso online met een mooie clip in plaats van zwart beeld. Nou ja, zwart beeld en wij die stond onder de pas op ambulance. Maar we zeiden dus dat mensen gezond moeten blijven, want ja. Oh ja. Dan voel je gewoon beter en het is gewoon goed voor de... En drink melk, want dat is goed voor elk, maar niet van jou, want ik pest ervan. Ja, maar melk is ook heel goed voor je. Maar jongens, de zon is shining en ik ga zo naar stage. En Stijn, wat ga jij doen vandaag? Ik ga even met school bezig aan Nepal. Dat is echt zo. Echt? Ja, want ik ben vrij, maar ik zit in mijn examenjaar en over 2 weken moet ik alles inleveren. Ja, en ik moet dan 4 opdrachten. Ja, oké. Okay. Ja. Grapje er zo van niet, jongen. Nee, gek. Nou ja, ik ga dus even lekker naar stage. Stijn gaat bezig met school. En wij zien jullie straks bij kracht. Doei. Wat gaan we doen? We hebben krachttraining. We gaan even dikke koers. Kijk, dit zijn krachtschoenen. En die van Stijn, die zijn echt super mooi. Goed. Ik heb er wat normalere versie van. Ik ben dan normaal genoeg. Ja, klopt. Of doe eens gek. En breek niet je nek, want dat is niet goed. Want wij gaan nu kracht en dan moet je die halte wel goed vasthouden. En ik heb nu fysio. Want ik lig laag, net mijn libido. Snap je? Nee. Sinds we die rap hebben gemaakt, mijn lijns zijn echt on point. Net een balpen. Snap je? Point, bal. Oké. Okay. Nee, laat maar. Ik ga naar de fysio. Doei, tot zo. Jij bent een neppe AirPods winnaar, wat vind je ervan? Niet leuk! Hoi! Hoi! Ik ben aan het trainen. Je moet even concentreren, Stijnland. We zijn even bezig met de oefeningen. Hoi! Hoi! Top! Oké, jongens, let's go!
let op. Beginnen. Buiten de camera staan. Ik ga staan. Waarschijnlijk weg. Begin meteen. Eerst gewoon binnen bos. Uitvalspas. Vervolgens. Gelijk door. Tot aan de superlijn. Daarna draaien we af en toe. Ja? Pak de hak vast, zoek rek, voorzijde van de heup, weer uitvalspas, nu aansluiten, door in de squat, andere kant. Yes! Door in de squat. Ja, nu komt het uiteindelijk. Krachttraining gedaan zoals jullie hebben gezien. Die spieren zijn weer even volgroeid. Voor deze been, ik moet haast een nieuw broekje kopen. Hier, komt haast uit mee, joh. Jezus. Zo. Ja, joh, hij kan, zoals je zag, hij kan echt veel front squatten. Wel 10 kilo aan elke kant. Ja, en ik kan echt heel veel squatten, wel maar liefst 50 kilo. Mooi, maar yo. Ik hoop, weet je, jullie moeten even in de reacties achterlaten of jullie dit een leuke vlog. Ja, dit was meer een sportvlog als het ware, ja, toch? Kijk, zo zijn we ook begonnen, hè, met sport. Ja, daarom. Dus we wouden weer even back to the old days doen. En gewoon eventjes, nou ja, laten zien wat wij eigenlijk
een dag doen. En toevallig hadden we echt een mooie dag. Yoga, fietsen en krachttraining. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. En wil jij nog wat zeggen? Ja, ik wil graag mijn moeder bedanken dat ze me niet heeft doorgeslikt. Ja, die Hema-taart, ik ging stuk. Ja, ja, jongens, jullie zien nu een foto in beeld. Doei! Doei.